Anouk geeft vandaag een groot concert op het Malieveld in Den Haag. Voor het oog van duizenden toeschouwers zal ze het ja-woord geven aan haar grote liefde Dominique Schemmekes. Een van de mensen die dat concert bijwoont is SBS6-grootheid Sandra Schuurhof en zij heeft hier dus echt helemaal geen zin in. Sandra heeft al lang geleden kaartjes gekocht en toen was nog niet bekend dat Anouk zou gaan trouwen tijdens het concert. Ze heeft hier zwaar gemengde gevoelens bij. Ik ben echt groot fan van Anouk en ik had al in november kaartjes, maar ik vind het wel heavy, klaagt ze in shownieuws. Ze vindt het niet kies. Je gaat naar een concert, daar heb ik die kaarten voor gekocht en nu ineens ben ik getuige van een trouwerij. Er zit een soort ongemak in. Ik weet het niet. Ik vind haar ontzettend leuk en ik ben al heel lang groot fan. Ik vind haar leuk en ik gun haar al het geluk, maar ik had niet per se getuige hoeven zijn van dit verhaal. Zo'n bruiloft is helemaal niet bestemd voor zoveel toeschouwers, vindt Sandra. Ik vind het een beetje ongemakkelijk. Ik vind het zo'n intiem iets, trouwen. Ik denk, dadelijk duurt het een uur. Ze vervolgt, ik vraag me ook af wanneer het tijdens dat concert gaat plaatsvinden, begin, midden of eind? Kennelijk ben ik de enige die het een beetje. Maar ik hoor ook echt wel in mijn omgeving dat heel veel mensen die kaartjes hebben het MBOA vinden. Ik ben niet de enige en het zijn allemaal Anouk-fans.